Hey, vandaag ga ik naar Disney. Ik ben heel, heel, heel erg laat. Van mijn compleet gestreste ochtendstukje gaan we over naar een iets relaxter stukje. We zijn inmiddels op het station van Brussel. We zijn er echt! Yeah. We hebben net een musical gezien waarvoor we eigenlijk hier zijn. Maar we hebben nu nog wel nog een dag gewoon in Disney. We hebben nog allemaal andere dingen op het programma staan. Ik kan het bijna niet laten om steeds mee te zingen met de achtergrondmuziek. Maar het was heel leuk. Het was echt een musical met allemaal verschillende liedjes in één. Hele goede zangers ook. Ik was blij verrast. Deze eenden domineren deze berg. Iedereen loopt naar de theekopjes, dus ik denk dat we in de theekopjes gaan. We gaan in de theekopjes. It's in your hands to make your. Dit is echt een van mijn meest favoriete attracties. We zijn net backstage geweest, daar mochten we helaas niet filmen. Dat was heel jammer. En we staan nu te wachten totdat de parade begint, want daar waren we nog net op tijd voor. Ik sta gewoon op een pitbull. Suikerspin gemaakt. Yes. Ik hoopte zo dat ze hier suikerspinnen hadden, want ik had die namelijk nooit gezien hier in Disneyland. Nee. Maar vandaag is de dag. Ik ook niet. We in Disney. Ik hou van suikerspinnen. Ja, exact. We gaan een suikerspin eten. Lekker gegeten. Het is nu wel echt koud en nat buiten. Dus echt zo. Straks als we in het hotel aankomen zijn we een beetje doorweekt. Maar dat is niet erg, want dan kunnen we lekker opdrogen en ons bed in. Ik ben heel benieuwd naar het hotel. En dan was dit eigenlijk alweer de eerste dag. Het is wel snel gegaan. Ja, heel snel inderdaad. Ik heb wel veel zin in morgen. Ik ook. Gaan we in de Crush Coaster. Nou, ik sta in een houten lift. Op naar mijn hotelkamer. 3171. And there we are. Net alsof je in een soort van blokhutje zit. Oh my god. Is dit een... Oh. Oh, dit is zo leuk. Hier ben ik zo blij mee. Oh, kijk hoe leuk. Normaal vind ik shampoos van hotels altijd een beetje prut. Want ze maken mijn haar altijd heel erg droog. Maar dit vind ik wel heel erg schattig. Wel echt heel erg leuk hoor. Ik ben altijd al zo'n grote Disney-fan en ik had vroeger niet verwacht dat ik ooit gewoon gratis in een Disney-hotel mocht slapen. Heel vet. Wel trusten tot morgen. Ik ben wakker, veel te laat. Ik ga nu ontbijten. Oké, als het op naar dag 2 van Disneyland. We hebben net
presentatie gehad over alle kostuums die bij de musical horen. En sowieso alle kostuums die hier worden gemaakt in Disney. Dus dat was heel erg leuk om te zien. Tegenover gisteren schijnt vandaag de zon. Alleen nu zie je hem toevallig niet, want ik loop net in de schaduw. Kijk, de zon maakt ons blij. Ik moet wel zeggen dat het park nog wel een stuk leuker is als de zon schijnt. Dat maakt het wel nog iets specialer en fijner en warmer en droger. We gaan nu in het spookhuis, Phantom Manor. Ik vind het wel grappig, want normaal als ik naar een attractiepark ga, ga ik eigenlijk bijna alleen maar in hele enge attracties. Omdat ik dan toch een deel van mij zeg van je moet erin. Maar ik vind dit eigenlijk wel heel relaxed, want ik heb de afgelopen 2 dagen geen doodsangsten gehad en zo. Stel nou dat die dicht is. Of stel nee, nou dat er echt een rij staat van anderhalf uur. Ja, daar ben ik wel een heel klein beetje bang voor. Dat Christus Coaster heel druk gaat zijn. Maar we gaan sowieso een ratatouille, want die heeft ook een singles rider design. We hebben nu onze lunch gegeven, maar... Sorry! Oh, sorry! We liepen de keuken in plaats van naar de keuken. Dus dit is dan toch wel het afscheid van het originele Disney Park. Doei! Wachtrij bij de Crush's Coaster. En toen was hij gesloten vanwege technical. Oh my god! Hij was gesloten. En nu is hij weer open. Maar we zijn nu in de singles rij gegaan. Dus dan zitten we niet bij elkaar in het karretje. Maar dat is niet erg, weet je wel. Maar nu zijn we echt al heel ver naar voren. We zijn er al bijna. We dachten echt dat we het niet zouden halen vandaag. Maar dan gaat het toch nog lukken. Oh, ik ben echt blij. Yes. En dan zijn we nu aangekomen bij het moment dat we het park moeten gaan verlaten. En nu moeten we weer naar huis. Het is zo snel gegaan. Echt te snel gewoon. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat we nu een keer samen in Disney zijn geweest. Ja, dat was nog nooit gebeurd. Nee. En we samen op pers schrijven, dat is ook leuk. Dat is altijd leuk. Ik vind dat we elk jaar moeten zorgen. Minstens één pers. Dat minstens één keer. Regelen jullie het? Ja, graag. Doei. Ik kom mijn jeugdliefde ook nog even tegen hier. Dit is gewoon de Jonas Brothers. Zo waren we in Parijs en zo zijn we opeens weer thuis. Het is inmiddels echt iets van 11:30 al. Dus ik ga zo lekker slapen. Ik ben heel moe. Ik vond het wel echt een enorm leuke perstrip. Echt super gezellig en natuurlijk super vet dat we gewoon naar Disney gingen. Dus dat was heel leuk. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. We waren hier dus voor de musical The Forest of Enchantment. Ik wilde heten The Enchanted Forest, zeg maar. Het is The Forest of Enchantment. Die is vandaag in première gegaan. Als je dus in Disney bent, ga zeker even langs. Want het was heel cool om daar allemaal backstage dingetjes van te zien. Van de kostuums en dingen en zo. En dan voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog, want dat doet vraagtesken nooit, hè. Vul met je hand mijn hartje aan, zodat we samen een heel hartje kunnen maken. En tot de volgende keer. Doei!